Monsieur le directeur général Benelux, meneer Lauwers, welkom op de openingsbel. En we zijn bijzonder fier dat wij vandaag het grootste bedrijf uit de eurozone onze openingsbel laten doen. Not only in Brussels, but the opening bell will also be done by AB InBev representatives or country heads in the Netherlands and in Paris. The initiative of AB InBev of creating a beer responsible day is probably one of the most exciting initiatives for a brewery, and we are also especially proud. I could almost have keys, because we will give the key of this building to the brewers in a few years of time, which is proud. We are proud of our industry, and we are proud of AB InBev. But now, Mr. Lauwers, we will see if you are able not only to brew beer, but also to open the market. So 5, 4, 3, 2, 1. Bier maken is moeilijker dan de beurs openen. Geachte heer Alain Bates, head of listings Euronext Brussels. Geachte heer Vincent van Dessel, CEO en voorzitter Euronext Brussels. En geachte genodigde chers invités. AB InBev viert wereldwijd voor het vijfde jaar zijn Beer Responsible Day. Als toonaangevende brouwer vragen we extra aandacht voor verantwoorde alcoholconsumptie. Beursgenoteerd zijn, en daar zijn we dankbaar voor, dat we vandaag van Euronext deze kans krijgen. Samen met mijn collega's in Parijs en Amsterdam mag ik hier vandaag in Brussel de beurs openen. Maar vandaag geen financiële cijfers. We gebruiken ons platform, dit platform, voor onze Better World agenda. En in het bijzonder wil ik vandaag één initiatief in de verf zetten. Verantwoorde server training. Information de serveur responsable. Une formation qui est développée par AB InBev. Une formation en ligne. Pour fournir en fait des conseils pratiques concernant la vente et le service d'alcool aux personnes qui servent dans les bars, dans les restos, dans les brasseries. Et ça tourne en fait autour de quatre thèmes différents. Âge minimum, règlement d'application, effet d'alcool, et situation délicate. Cet engagement fait aussi partie de notre rêve d'être la meilleure entreprise brassicole qui unit des gens pour un monde meilleur. Et j'aimerais bien aujourd'hui souligner le monde meilleur. Niet enkel op papier, maar ook in de praktijk. Vandaag gaan onze medewerkers in de field de straat op, in Brussel, in Leuven, in Luik, in verschillende landen in de wereld. De doelstelling is voor België vandaag dat we 300 barmannen en vrouwen de Responsible Beer Training laten doorlopen. Heel belangrijk voor de lange termijn, heel belangrijk dat wij als bedrijf onze verantwoordelijkheid opnemen. Samen met onze medewerkers in België, meer dan 2700 mensen, zetten wij ons elke dag in om het verschil te maken. Dank voor uw aandacht. Merci d'être présent ici aujourd'hui. Merci.
Professor Dumont.